Vandaag doe ik iets heel leuks. Ik heb namelijk een instantpot gewonnen. Een instantpot is een combinatie tussen een snelkookpan en een slowcooker. En op Instagram deed instantpot underscore Benelux een giveaway. En ik heb mijn prijs binnen. Dus ik ga hem uitpakken, ik ga hem laten zien en ik ga hem ook meteen gebruiken. En ik ga jullie laten zien hoe die werkt. Dus let's go! Het is een hele grote doos. Ik moet even een mesje pakken. Jullie zien het, is een flink grote doos. Dus gaan we kijken wat er allemaal in zit. Ik heb geen idee of jullie mij zien trouwens, maar jullie zien in ieder geval de doos. En ja hoor, oh, nog een doos. Dit is hem. De Instant Pot Duo Evo Plus. Met een inhoud van 5,7 liter. Dat zie je hieronder. 10 in 1. Nou, dit is de Franse kant. Ik draai hem even om. 10 in 1. Hoge druk. Sous vide. Dus waarbij je op, in een waterbad kunt koken. Sauté. Gewoon als een pan. Slowcooker. Rijstkoker. Warmhoudfunctie. Yoghurt. Je kan er cake in maken, je kan er bouillon in maken en je kunt erin stomen. Nou, wat dat betreft lijkt het toch dat je niks meer nodig hebt behalve dit ding. Dus we gaan hem openmaken en kijken wat er allemaal in zit. Heel veel plastic in ieder geval. De Getting Started Guide. Oh god, ik heb de stickers laten los. Ja. Het zit een beetje vastgeplakt. Oeh, dit was niet helemaal de bedoeling, maar we gaan zien wat er gaat gebeuren. De Getting Started Guide. In vel met 4 stickers. Oh, er zitten nog veel meer stickers op, dus dat scheelt. We hebben 10 stickers. Misschien dat ze al rekening mee houden dat het soms een beetje plakt. Ik weet niet waar de stickers voor zijn, daar komen we zo meteen wel achter. Dan hebben we de ring. Hiermee sluit je de pan af. Ik heb me ingelezen, dus ik weet gelukkig al het een en ander. Anders had ik ook niet meegedaan aan de giveaway. En oh, het allereerste stappenplan om de stickers op te plakken. Nou, dat gaan we dan zo meteen doen. Nog meer karton. Er zit een heleboel karton om, gelukkig. En dan gaan we de pan er in één keer uithalen. Hop, echt mee. Dit is hem. De Instant Pot. Even omdraaien, dit is de voorkant. Kijk nou. Hij is niet klein, maar er kan ook een hoop in. Dus dan mag er ook wat ruimte omheen zitten. Nou, we gaan eerst alle stickertjes er maar even afhalen. Dit zijn allemaal van die stickertjes met let op. Bijgebruik wat dit heet. Let op. Hier komt stoom uit, wat niet gek is bij een snelkookpan, want hij werkt doordat hij stoom genereert aan de binnenkant. En dit zit allemaal goed vastgeplakt. We doen het nu allemaal gewoon even terug. Even kijken hoor, hoe moet hij eraf? Ah, kijk. Close, open. Dus draaien, kijk. Dat is de deksel erin zit. Het snoer. Een treefje zodat je je eten eventueel van de bodem af kan houden. En ook de binnenpan zit keurig in plastic. En dit is. Je lees eerst alle waarschuwingen. Verwijder al het, materiaal. Ga niet boven het stoomrelease dingetje hangen terwijl die aanstaat. Als de pan bezig is, forceer de deksel er dan niet af. Heel logisch, want dan gaat al je eten alle kanten op. Begin met, de watertest, zoals ze dat noemen. Dus kook er eerst even water in om te kijken of alles werkt. Dat gaan we ook zo meteen doen. Nou, deze pan heeft ook handvaten aan de binnenkant. Zodat je hem ook gewoon kan optillen. Kijk, hier zit nog een waarschuwingspapiertje in, dus die halen we er ook uit.
Kijk, het voordeel daarvan is, je kunt er gewoon hier aan vasthouden. Dit is ook rubber, dus dat wordt niet heet. Als het alleen de binnenpanzen zijn, ja, dan moet je hem dus vasthouden aan iets dat heet wordt. Niet handig. Dus dit lijkt me een prima oplossing. Nou ja, we gaan hem aansluiten en we gaan de watertest doen. En dan ga ik ook nog wat extra uitleggen voor hoe zo'n pan nou precies werkt. Want er zit wat natuurkunde achter. Nou, laat ik nou ooit nog natuurkunde hebben gedaan. En laat ik ook nog officieel een diploma voor wiskundedocent hebben. Dus we gaan het allemaal laten zien. Voordat ik hem zo meteen aan ga zetten, de stickers, dat zijn dus alle knoppen, maar dan in verschillende talen. Dus dit is, geen idee welke taal dit is. Nederlands, Frans zo te zien, ja, haricot, dat is Frans, Duits, Italiaans, ik ben niet heel goed hierin, iets wat ik niet herken, misschien Turks, Spaans, Grieks, dat herken ik aan de letters, nee, weet ik niet, Pools, denk ik, en nog iets wat ik niet herken. Dus mocht je inderdaad de Engelse knopjes niet snappen of niet duidelijk genoeg vinden, dan kun je er gewoon een sticker naast plakken. Die plak je dan gewoon hier aan de zijkant. En daar staat dan alle knoppen in je eigen taal. Alle menuopties die je hier ziet staan, die staan ook in het schermpje. Die, als je hem schuin genoeg houdt, dan zie je dat ze op een gegeven moment kunnen oplichten. Maar nu staat hij gewoon uit, dus dan zie je nog niks. In de deksel zit al voor geïnstalleerd een witte siliconenring. Die sluit de deksel af, dus die rode die, kun je als extra gebruiken. En ze raden ook aan om er één te gebruiken voor zoete gerechten en één voor hartige. Nou, denk ik dat ik voornamelijk hartige gerechten ga maken, dus bij mij zal de rode dan voor de zoete gerechten worden. Maar daar hoef ik dus niks meer mee te doen. Aan de binnenkant zit ook prachtig een vullijntje, dus dat is altijd makkelijk als je wil weten hoeveel erin kan of hoeveel erin zit. Je kan er tot maximaal 5 liter in doen. Op de doos staat 5,7 liter, maar je mag hem ook niet helemaal vullen. Je ziet ook max PC fill, dus inderdaad als je gaat pressure cooken, dan mag die niet meer dan ongeveer 4 liter gevuld zijn. Want er moet ruimte zijn om druk op te bouwen. Nou, als je hem erop zet, dan geeft hij een prachtig muziekje. En hij geeft zelfs een muziekje als hij gesloten is. Dus inderdaad, nu is hij dicht. Dat betekent dat ik hem nu zou kunnen gaan gebruiken. Waar het niet dat hij leeg is. Dus we gaan er eens even water in stoppen. Ik heb de binnenpot even afgewassen en ik heb er water in gedaan. Er moet voor de watertest 750 ml water in. Dus je ziet inderdaad dat hij net niet tot het 1 liter streepje vol zit. Dus we gaan hem voor de eerste keer gebruiken. Dus de deksel gaat erop. En dan gaan we even in het boekje kijken naar de watertest. 750 ml water. Ik heb de deksel erop gedaan. Ah, kijk, deze switcht automatisch naar gesealed. Dat, ik weet niet of jullie kunnen lezen, maar of kunnen zien. Maar dit is dus gesealed. En dit is, als ik hem naar beneden doe, dan staat het ventieltje open. Dus het ventieltje staat nu dicht. Dus hij staat nu zo ingesteld dat hij gaat koken op hoge druk, tenzij ik dat niet wil en het uitzet. Smart program. We gaan even zoeken. Kijk. Pressure cook. Pressure cook. Kijk. When custom flashes, press dial to select it. Ja, hij is inderdaad nu. Hij laat nu alle opties zien. Dus ja, ik wil die optie. Hoe lang wil je? Nou, we willen voor het testen willen we even 5 minuten, staat in het boekje. Even kijken. Press start. En hij staat aan. Nou, je hoort het, hij doet piep, piep, piep. Hij begint nu dus voor te verwarmen. En het werkt zo. Op het moment dat je warmte toevoegt aan een gesloten ruimte, zoals dit, dan wordt de druk hoger. Je kunt het zo zien als jij... Ik ga even de camera op mezelf zetten en dan kan ik het even uitleggen. Natuurkundig gezien bestaat de inhoud van je pot uit een aantal elementen. Het volume, namelijk gewoon hoeveel er in de pot kan. De temperatuur en de druk. Nou, als ik één van die drie verander, dan verandert de rest ook. Dus in dit geval, ik heb hem dicht staan, dus het volume verandert niet. Ik ga de temperatuur verhogen en dan neemt de druk dus toe, want... Ja, als je de één voor... Totaal moet hetzelfde blijven. Dus als ik de één voor, gaat de ander mee. En het volume gaat niet wijzigen.
Betekent dus dat op een gegeven moment de druk heel hoog gaat worden. En dan gaat dus het ventieltje aan de bovenkant gaat zich ook sluiten. Nou, dan heb je een helemaal gesloten omgeving. En dan voor elke temperatuurswijziging die je dan nog doet, wordt de druk dus nog hoger. Nou, dat houdt hij gewoon zelf in de gaten. Hij koelt ook wel iets af. Aan de bovenkant zit natuurlijk, en aan de zijkant, ja, hij wordt op een gegeven moment warmer. Dus hij verliest wat warmte aan de buitenkant. Dan voegt hij ook weer warmte toe aan de binnenkant om de druk gelijk te houden. Nou, koken onder hoge druk gaat een stuk sneller dan koken onder gewoon lage druk. Daar zit nog veel meer natuurkunde achter, maar daar weet ik niet zo heel erg veel van. Maar dat betekent dus dat je nu in die 5 minuten die dadelijk aanstaat water kan koken, terwijl ik dat op een open pan op het vuur, dat misschien veel langer zou duren. Die hoge druk zorgt er dus voor dat je gewoon sneller kan koken, een hoge drukpan. Een snelkookpan, zoals het dan vroeger altijd heette. Nou, wat gebeurt er dan als hij klaar is? Hij gaat op een gegeven moment aftellen, dan zegt hij 0, dan zegt hij piep, piep, piep. Dan ga ik het ventiel openzetten en dan komt er dus ineens volume bij. Hij stopt dan met verwarmen, want hij is al klaar. Er komt volume bij omdat ik het ventiel openzet. Als het volume erbij komt en de druk in de pan is hoog, gaat er dus lucht, hete lucht, ontsnappen uit de pan. Dat betekent dat de druk omlaag gaat in de pan en dat de temperatuur omlaag gaat omdat er hete lucht uitgaat. Dus het gemiddelde wordt lager. Doe je dat niet, laat je hem dicht staan, dan gaat de pan gewoon rustig aan uitdampen. Dan gaat dus al die warmte die hij verliest via de deksel en via de buitenkant, zorgt ervoor dat de druk heel langzaam afneemt. Dat kan ook, maar je kan er dus ook voor kiezen om het ventiel open te zetten, dan gaat de druk er heel langzaam, heel snel af. Dat noemen ze dan quick release en als je het ventiel dicht laat is dat natural release. In beide gevallen wacht je tot het pinnetje, het ventieltje, is gevallen, want dan is de druk tussen binnen en buiten dus ongeveer hetzelfde. En dan kan je hem veilig openmaken zonder dat je hele pan explodeert en de soep aan het plafond hangt. Dat is een beetje in het kort hoe het snelkookgedeelte werkt. Nou, daar zitten natuurlijk nog veel meer functies op. Slow cook bijvoorbeeld, dat betekent voornamelijk dat hij over een lange periode dezelfde temperatuur gaat houden, zodat je heel langzaam aan iets kan sudderen. Gewoon het ouderwetse sudderen met een pannetje op het gas, maar dan elektrisch. En hij heeft een aantal combinatiefuncties die dan ervoor zorgen dat je of een gelijkmatige temperatuur hebt, of over lange, lange periode. Nou ja, dat zijn allerlei opties voor. Sommige met gesloten ventiel, zoals de hoge druk koken. De meeste zullen met open ventiel zijn. Een van de functies die hier ook op zit, is de yoghurtfunctie. Daarmee kan je met melk en een beetje starter, dus een beetje yoghurt, kan je de bacteriën in de yoghurt zich laten vermenigvuldigen, zodat je meer yoghurt krijgt. Ga ik ook nog een keer proberen, maar nu niet. Die functie zit er wel op. Voor nu zijn we even aan het wachten, want de pan gaat zo meteen verder met water koken. En dan horen we een piepje, dus we gaan even kijken hoe lang het duurt. Je ziet dat de pan nu op preheating staat. Dus je kunt inderdaad zien hoe ver is hij. Nou, hij is nu gewoon puur aan het verwarmen om die druk op te bouwen. Het ventiel is nu dus ook nog open, want dat heeft druk van de binnenkant nodig om dichtgedrukt te worden. En je ziet dat hij automatisch op keep warm is gezet. Dat betekent dat als je hem aan laat staan en hij is helemaal klaar, dan blijft hij dus warm tot het moment dat je dat zelf uitzet of je er wat anders mee doet. Hij blijft even verwarmen, zodat je niet meteen koud eten hebt. Kijk, je ziet hij is nu op preheating op het derde. En nu komt er ook al stoom uit. En je ziet hem een beetje bewegen. Ik kan een beetje sputteren met het water. Kijk, nu zie je hem omhoog komen en het geluid is ook weg. Dus nu is het ventieltje wat hier zit, is omhoog gekomen en heeft aan de binnenkant de pot dus afgesloten. Dus nu komt er alleen nog maar warmte bij, maar kan er geen druk meer uit. Hij is nog niet helemaal op druk, want hij staat nog steeds op preheating. Maar zodra dat wel zo is, dan gaat hij dus automatisch aftellen. De 5 minuten dat ik hem heb ingesteld. Dit is water, dit is niet zo interessant. Water wordt niet gaar, water is al gaar. Of blijft rauw, net wat je wil. Dit is even om te testen of alles werkt. Nou, het ventieltje doet het dus. Tot nu toe doet hij alles wat hij zou moeten doen. Kijk, de druk is hoog genoeg. Dus hij gaat op cooking en hij gaat nu langzaam aftellen de 5 minuten die ik heb ingesteld. Kijk, hij is klaar. Nou, nu gaat hij automatisch op keep warm. Zolang hij op keep warm blijft, blijft de druk ook wel een beetje op de pan. Hij loopt langzamer leeg, dus ik ga hem nu uitzetten. Dan stopt hij met verwarmen. Oh, wacht, dat is hier niet. Cancel. Ja, cancel. Nou, nu gaat hij gewoon uit. Dat betekent dat hij nu langzaam gaat afkoelen. De buitenkant is nu een beetje warm.
Alsof je een blauw kopje thee vasthoudt, zeg maar. Dus niet om je zorgen over te maken. De bovenkant is, de pot is wat heter. Het handvat is redelijk koel. Je hebt een paar methodes om hem af te laten koelen. Je kan gewoon nu wachten. Dan gaat vanzelf het ventieltje dus naar beneden. Je kan hem quick release doen. Dat ga ik zo meteen doen. Maar deze heeft als extra optie om dit dekseltje open te zetten en dit eruit te halen. Dan komt er dus metaal vrij, waardoor die sneller afkoelt. Dit isoleert dat minder. Dus hij zal nu sneller van de druk afgaan dan wanneer ik het erop laat zitten. Ik zet hem nu terug omdat de snelste manier gewoon de quick release is. Hij gaat nu heel erg spuiten zometeen. Er komt natuurlijk heel veel stoom uit. Dus dat dus. Nou, je ziet ook, hè, de condens loopt hier langs het kapje. Niet gek, want er komt gewoon nu alleen maar heet water uit. Dus nou ja, net zoals je onder de douche staat en je ramen beslaan, gaat dit gewoon beslaan. Als de pan heel vol is, dan zit bijvoorbeeld soep in. Nou ja, daarom zit dus dat kapje eroverheen. Zodat als er iets van etensvocht of iets dergelijks uitkomt, dat het niet meteen door je keuken vliegt en naar je plafond hangt. Je hoort het geluid veranderen. Hij is nu wat minder dringend. Hij loopt ietsje langzamer al. Dus inderdaad, het volume van de pan neemt toe, want je hebt hem opengezet. Dus de druk neemt af en hij gaat nu ook afkoelen. Allemaal natuurkunde dit, hè? Nou, het geluid is al bijna weg. En als het goed is, floep, valt het pinnetje. Dus nu is hij van de druk af. Nu zit er dus geen verschil meer tussen de druk in de pan en daarbuiten. Dus nu kan ik hem gewoon openmaken en eraf tillen. Nou, er komt uiteraard ook hier wat condens. En ik heb een pan heet water. Nou, dat had natuurlijk veel makkelijker gekund als ik de waterkoker had gebruikt. Maar dit is wel de test om te kijken, werkt alles? Nou, werkt het display? Doet het ventieltje rare dingen? Verhit hij goed? Nou, hij verhit prima, want het water is goed heet. Dus hiermee hebben we bevestigd dat hij werkt. Dus ja, dan blijft over dat we er nu mee moeten gaan koken. Nou, ik ga straks hutspot maken en dat ga ik in de instantpot doen. Daarvoor moet ik eerst nog aardappels schillen en uitsnijden en wortels schillen. Dus ik zal jullie het besparen dat ik in tranen boven de uien zit. Ik kan heel slecht tegen uitsnijden. Maar ik laat jullie straks natuurlijk wel even zien wat ik precies doe om de hutspot te maken en wat het resultaat is. En ik zet even voor jullie op een rijtje hoe lang het allemaal geduurd heeft. Ook de watertest. Ik heb het nu helemaal gefilmd, maar ik ga daar natuurlijk in knippen. Wat je nu ziet is niet helemaal real-time, dat zie je ook aan het klokje. En dan zie ik jullie straks als ik klaar ben om de hutspot te maken. Geen hutspot. Nee, dat klopt, want ik wilde eerst nog wat vertellen. Het deksel bewaar je ondersteboven op de pan. Waarom? Zodat er altijd lucht in en uit kan. Je dus geen muffe luchtjes krijgt. Je maakt hem uiteraard eerst schoon voordat je hem opbergt. Maar ook dan, als er lucht in opgesloten blijft, dat is niet zo lekker. En bovendien, de siliconenring die moet helemaal drogen. Dus zorg ervoor dat je hem inderdaad gewoon, dat je de deksel gewoon ondersteboven op de pan legt. Zodat er licht, de luchtcirculatie bij gaat. De meeste onderdelen kunnen in de wasmachine. De binnenpot kan in de wasmachine. Alle losse onderdelen hier kunnen in de wasmachine. De hele deksel kan zelfs in de afwasmachine. Je kan het ook gewoon met de hand afwassen. Net wat je makkelijker vindt. En de buitenkant van de pan, die doe je gewoon met een vochtig doekje. Maar het is natuurlijk super fijn dat je gewoon alles in de afwasmachine kan gooien. En dat je daar dus ook geen werk meer aan hebt. Nou, verder, ik vind het gewoon wel een mooi apparaat. Ik heb meer stainless steel apparaten. Mijn waterkoker, mijn oven is allemaal zwart met roestvrij staal. Dus hij past er prima tussen tot nu toe. We gaan butter chicken maken in mijn nieuwe instantpot. En uiteraard heb ik een van de ingrediënten niet in huis. Dus we gaan beginnen met van gezeefde tomaten, passata, om daar tomatenpuree van te maken. Tomatenpuree is veel geconcentreerder, dus wat doe je dan? Dan gooi je de tomatenpuree of de gezeefde tomaten in een pan en die ga je inkoken. Dan ga ik dat
nu maar voor een deel doen. Want de rest ga ik doen als de saus is gemaakt. En dan kijk ik even hoe vloeibaar die blijft. In het recept wat ik gebruik staat dat je 100 gram tomatenpuree moet gebruiken. Ik heb een pakje van 500 gram gezeefde tomaten. Nou, dat is veel meer dan 100 gram puree, maar ik neem het niet zo nauw. Ik vind tomaten lekker, ze zijn gezond. Dus er zit gewoon een beetje meer tomaten in bij mij. Dat kan ook. Het recept wat ik ga gebruiken is verder een slowcooker recept waarbij je alles gewoon in de pan gooit en het dan maakt. Maar in dit geval gaan we dus even beginnen met eerst het aanzetten van de pan. En we gaan op sauté op hoge temperatuur. En 30 minuten is prima. Start. Nou, nu gaat dus de pan verwarmen en nu ga je hem eigenlijk gewoon gebruiken zoals je een normale pan gebruikt. Dus gewoon hij wordt heet en daar ga je dingen in koken. Dit gebruik je ook om vlees aan te bakken als je iets gaat maken. Als je bijvoorbeeld haché gaat maken is het met aangebraden vlees veel lekkerder. En nu ga ik het even gebruiken om de saus, om de tomatenpuree in te dikken. Dus tot zo. Je ziet het. Het pruttelt aardig, het wordt ook al veel dikker. Ik heb hem inmiddels op low gezet, maar zelfs dan is hij nog echt goed heet. Dus ik denk, de camera slaat er helemaal van. Ik denk ook dat ik er niet te veel meer aan ga doen. Ik ga hem uitzetten. Dus eigenlijk was het opwarmen op naar de sauteerstand dus eigenlijk al genoeg om het grootste gedeelte in te dikken naar wat ik het wil hebben. Je ziet hij loopt nog, maar niet meer, is niet meer voelbaar. Niet meer helemaal voelbaar. Nou, dat betekent dat we nu de rest van de ingrediënten gaan toevoegen. Het meeste heb ik al klaarstaan. Sommige dingen moet ik er even uitpakken. We beginnen met de kip, want butter chicken zonder chicken is niks. In de aanbieding. Ik hou van in de aanbieding. Afgeprijsd. Het maakt me allemaal niet uit. Ik gooi het toch in de vriezer. Ja, dan moet ik alleen even zorgen dat het velletje er niet invalt. Wat dus nu wel is gebeurd. Ja, dat zul je altijd zien als ik aan het filmen ben. Want daarom moet je dit soort dingen niet met één hand doen. Nou. Dit wordt het bloeperfilmpje, jongens. Kijk, daar is hij. Het velletje. Nou, meteen wat minder tomaat. Ook weer opgelost. Hè? De rest van de tomaat van de kip zit er lekker in. Ik hoef nu alleen maar alles erin te doen. Even doorroeren. En dan kan hij op de slowcookstand. Het ziet er nu echt uit of ik die kip net heb geslacht. Maar dat komt door de tomaten. Dan gaat erbij 1 grote ui en 4 tenen knoflook. Nou, dit waren ten eerste hele grote tenen knoflook. En ik had er nog 2 hele kleintjes over, dus dat zit er allemaal bij. Dus het is gewoon heel veel knoflook. Maar net als met de tomaten, make it your own. Doe wat je ermee wil. Hou je niet zo van knoflook, dan doe je minder. Hou je niet zo van ui, dan laat je hem weg. Ik ben de moeilijkste niet. Knoflook, uien, allemaal erin. Dan gaat er in 1 blok zanten. Zanten, dat is dit. Dat is kokosvet. Maar niet kokosolie, want dat is wat anders. Het is heel hard, maar het smelt op kamertemperatuur. Dat is op handtemperatuur eigenlijk net zoals kokosolie. Dus hoewel het heel hard is, duw je het zo uit de verpakking. Nou, in een pakje zitten tegenwoordig 3 kleine zakjes. Het recept vraagt om 1 blok. En voor zover ik weet is een blok 200 gram en dit 150. Nou ja, ook daarbij gebruik wat je hebt. Maak het niet te moeilijk. Dus ik gooi alle 3 de zakjes er gewoon in. En dan zien we aan het einde wel wat het is geworden. Kijk, als je iets gaat bakken, dan moet je vrij precies zijn. Maar als je gaat koken, dan kun je bij heel veel dingen kan je best afwijken van wat er in je recept staat qua hoeveelheden. Bakken is chemie. Koken is natuurkunde. Dat is veel minder precies op dat soort dingen. Dan gaan we naar de kruiden. Er gaat in 1 eetlepel curry. Maakt niet uit welke curry je gebruikt. Ik vind dit hele mooie bakjes. Dus die gebruik ik altijd. Ik ben even een lepel aan het zoeken. 1 eetlepel. Kijk. Een eetlepel currypoeder. Currypoeder, zoals ik het hier gebruik, is dus al een mengsel van verschillende kruiden.
En wat er ook in gaat is garam masala. Dat is ook een mengsel van verschillende kruiden, maar dan andere. En daarvan gaat ook een eetlepel erin. En dan gaat er een theelepel chili in. Nou heb ik geen chili, maar wel cayennepeper. En dan zijn wij niet vreselijk dol op heel heet eten. Dus ik ben daar een beetje voorzichtig mee. Dat ik er niet te veel in doe. Maar het mag natuurlijk wel ergens naar smaak. Nou, dat was een beetje weinig. Nou, dat zijn eigenlijk alle kruiden die erin zitten. Je krijgt natuurlijk heel veel smaak van de knoflook en van de uien. Dan gaat er nog in 100 gram roomboter. Want butter chicken. En 200 milliliter slagroom. Nou ja, slagroom en boter, dat is natuurlijk familie. Het recept zoals ik het gebruik met Santen, dat heeft er ook mee te maken dat degene die het recept heeft geschreven, die heeft een dochter die niet tegen melkproducten kan. Dus die maakt het ook met sojaroom. En die gebruikt ook margarine in plaats van roomboter. Ik vind de smaak van de Santen heel lekker. Maar ik heb geen problemen met lactose, dus ik gebruik gewoon melkproducten. Maar ook daarin, make it your own. Nou, de room gaat erbij. Even goed uitpersen, want je wil natuurlijk wel dat alles erin gaat. En dat je het niet weggooit. Nou, nu ben ik eigenlijk al klaar. Nu hoeft hij alleen maar even doorgeroerd. En dan gaat hij op slow cook. Nou, je ziet het, het zijn nu nog allemaal klonten en... Het moet nog wat worden, zeg maar. Nou, dat gaat het ook zeker. Ik zet hem nu voor 4 uurtjes op low. Je kunt hem ook voor 3 uur op medium zetten als je die stand hebt. Of, ja, ik denk dat ik hem uiteindelijk voor 2,5 uur op high ga zetten. Het is inmiddels wat later en hoewel we niet altijd vroeg eten, was het ook weer niet de bedoeling dat het pas om 8:30 klaar was. Dus ik ga hem lekker aanzetten. Hij gaat lekker pruttelen. Dat betekent ook dat we de deksel op de pan gaan zetten. Met een open ventiel. Bij het watertest gisteren hadden we natuurlijk het dichte ventiel. Kijk, ik zet deze op vent. Oftewel, dan staat hij open. Dan gaan we naar slow cook. Nou, nu zegt hij, wat wil je? Ik wil hem graag custom, want ik wil zelf doen wat ik weet wat ik wil. Ik ga eens beginnen met 2 uur op high. Prima. Start. Nou, nu gaat hij dus gewoon op een constante temperatuur gaat hij verwarmen, 2 uur lang. Hij gaat langzaamaan aftellen. En bij slow cook kun je ook de deksel er gewoon tussendoor afhalen om te kijken, om even tussendoor te roeren. En het laatste half uurtje doe ik er nog paprika bij, omdat ik dat lekker vind. En omdat er behalve de tomaten en de eenuien en de knoflook geen groente nu in zit. Maar een beetje groente is nooit echt. Dus er gaat straks nog paprika bij. En dan gaan jullie straks het resultaat zien. Nog 35 minuten te gaan. Maar eigenlijk is de butter chicken al klaar. Ik heb de paprika er al doorheen gedaan. Nou, je ziet hoe dik en zo romig de saus is geworden. Het is echt gewoon een kwestie van laten staan, af en toe roeren. En dit is dus na 1,5 uur. Het enige wat ik nog moet doen is rijst koken. Voor mezelf heb ik een naanbroodje, dat moet ik nog even afbakken. En daarmee gaan we lekker aan tafel straks. Straks nog even een foto van het resultaat op het bord. Maar dit ziet er toch al goed uit. Dus heb je al gegeten, dan hoop ik dat het lekker was. En heb je nog niet gegeten, dan zeg ik eet smakelijk.